Hallo iedereen, Gameman hier. Mijn naam is SkyDiamond en welkom bij Geometry Wars 3 Dimensions Evolved. Deze game is fameus geüpdate. Er zijn zoveel nieuwe game modes, zoveel nieuwe maps, heel veel nieuwe dingen. Je zou echt kunnen zeggen, it evolved. Oké, nee, ben niet dood, hè, dus laten we spelen. Dus hetgeen wat er nieuw is, is een Ultimate Mode. Er is wat toegevoegd aan Classic Mode, een Arcade Mode en bonus levels en allemaal nieuwe dingen. Maar waar we gebleven waren is ergens. Geen idee waar ik dat zie. Ik denk dat ik een boss battle heb laten zien. Dus het volgende game mode type is Checkpoint. Oké, zie dat ik het nog kan, deze game. Het is al een tijd geleden, dus in deze game mode, je krijgt een wave van enemies. En je moet ze allemaal doden om extra tijd bij te krijgen. En dan krijg je nog een wave enzovoort. Maar, oké, ik ben al niet goed bezig. Dus, het begint gemakkelijk, maar je krijgt dan na een tijd steeds minder tijd bij. Oké, ik ben echt slecht bezig. Ik ben heel slecht bezig. Ook als je doodgaat, je krijgt geen extra tijd bij. Oh fuck. Dus ja. De bedoeling is dus zo lang mogelijk te overleven en een hoge score te halen. Hè. Veel kan ik er eigenlijk niet op zeggen. Ah ja, ook dingen. Zo later komen er ook zo meer enemies om te doden. En ik ging daar bijna dood. Fijn. Op het moment kan ik nog niet veel zeggen over de game. Omdat er nog. Dat ik niet echt op het punt sta dood te gaan. Subiet gaat dat veranderen. Sowieso. Oh fuck. De groene dingetjes. En nu hebben we die dingen weer al. Oké, de groenen zijn wel ambetant om te doden, alleen in deze game mode, omdat die nogal moeilijk zijn om te raken en die verdoen veel van hun tijd. Deze dingen zijn dan weer gemakkelijk, maar die verplaatsen zich niet echt, dus dan kunnen we er ook niet echt tijd mee winnen, of toch moeilijk. Ook met de update zijn veel nieuwe vijanden toegevoegd, ik denk een stuk of 9 of zo, en de ene irritanter dan de andere. Voorlopig gaat alles goed, maar ze biedt krijg je echt amper tijd bij. Oké, dat zijn al wat meer vijanden. Soms is het ook wel geluk hebben met welke waves dat je krijgt. Of is het altijd dezelfde volgorde, dat weet ik niet. Maar als dat random is, je soms chance hebben met wat je krijgt. En die dingen, daar ben ik niet blij mee. Hoewel dat ze wel veel punten geven. Maar ze verdoen nogal veel van uw tijd. Oh fuck. En de muziek wordt wat intenser als de tijd bijna op is. Oké, die wil ik niet. Wat, er blijven er nog leven? Is de bedoeling er niet van een bom is allemaal doen? Oké, laat ik dan mijnen plaatsen. En probeer ze lijm ook. Oh fuck, oké, dat beginnen er veel te worden. En deze ga ik niet meer halen. Als ze naar mijn mijnen is, eerder zouden raken. Hè. Come on. Yes, ik heb 1 seconde over en nu ben ik er echt zo aan. En tijd is om.
Dus dat was dus Checkpoint. Dat is eigenlijk mijn meest favoriete game mode. No Rivals. Oké, waar is nog? Titans. Wel, dat zijn ook wel plezante. Je hebt de gewone innies, maar dan veel groter. Zoals dat. En als je ze dood, splitsen ze op in allemaal kleine inibidibini stukjes. En ze blijven maar bijkomen. En je hebt maar één leven. Dus ja. Oh nee, niet die dingen. Die zijn altijd zo irritant. Die splitsen altijd meer op in kleinere. Oké. En ik... Oké, een ster. Zalig. Oké. En aan het eind komen er heel veel vijanden. Je moet soms ook wel proberen rekening te houden met wat je doet als je zo te veel verschillende soorten achter elkaar kilt. Allee, zo kleine, maar oké, dit is handig. En ik ben vergeten wat ik wou zeggen. Azaa! Oh shit, man! Doe dat niet meer! Oké. Veel explosies vooral. Dat is wat je zo leuk vindt. Sorry als mijn commentaar een beetje wegvalt. Ik heb nu namelijk niet zoveel te zeggen. Ik probeer gewoon de game wat te enjoyen. Wat ik dus ook echt doe. Ik vind dit echt een leuke game. Maar veel valt er niet meer eigenlijk over te zeggen. Het is gewoon schieten alles neer wat getekend. En ik probeer me soms ook wel eens te concentreren op wat ik doe. En niet vreselijk op een vreselijke manier dood. En ik was bijna gefuckt daar. Meerdere keren zelfs. Oh shit. Jij moet dood en jij moet dood en jij moet dood. Oké, misschien kan ik de 3 sterren halen. Of heb ik die al gehaald op deze missie? Ik weet het niet. Shit. Oh my! Oké. Oké, dat was close. Oké, ik zie niet echt te goed. Dat is wel lastig aan zo'n cirkelvelden. Je kunt niet overal op het veld kijken wat er gebeurt. Oké, voorlopig gaat alles nog goed. Laat ik die dingen maar eens... Oh, shnikies. Wauw, hoeveel mijnen plaatst die zelfs? Ah, grote worden er niet door geïnfecteerd. Oké dan, oké. Oh shit, dat is juist aan de die kan wel klein. No! Ik heb mezelf gefuckt. Goed gedaan met mij. Hey, nieuw high score. Fantastisch. Tijdlimiet hebben we al gedaan. Daar hebben we denk ik allemaal gedaan. En wel. Nee, deze heb ik nog niet laten zien, denk ik. Nee, deze game mode heb ik inderdaad nog niet laten zien. Dit is misschien wel mijn minst favoriete. Dus pacifisme of zo. Hoe dan ook, je kunt niet schieten. Je moet enemies vernietigen door die poortjes te gaan. Dat is nu de game mode die ik niet echt zo
leuk vind. Het is niet mijn favoriet. Zeker nog, ik haat het zelfs. Ah ja, trouwens, die poortjes kunnen u ook killen, trouwens. Dus... jee, een goud poortje. Oké, ik wil zo'n goud hebben. Nee! Oh, for fuck's sake. Oké. Dus dat is mijn minst favoriete. Nu, de grootste reden waarom ik nu dit spel ook speel is... eerste komend examen dat ik krijg is een wiskunde examen, dus ik ben goed voorbereid. Niet dus. Deze game helpt me totaal niet. Daarmee. King Hot Dog. Wat een naam voor een level. Maar dus dat is nog een game mode King, dan kun je pas schieten als je in bepaalde zones zit in die schilden. De enemies kunnen je niet bereiken, maar die dingen gaan dan wel na een tijd wegkrimpen. Dus dit is vooral tactisch spelen. Even de GM's oppakken. En ik kom dan. Kom dan, vijanden. Dus in het begin redelijk gemakkelijk, maar later worden dat zoveel meer vijanden. Wat het spel dan ook wel veel leuker maakt, natuurlijk. Oh, dan moet ik van een... nee, jij... ja, ik ga dat niet hebben, hè. Shit. Aha, reverse, ik heb het nog gehaald. Oh, nee, die dingen zijn veel te irritant. Ga dood. Shit. Oh, dat is een schild. Dat heb ik nodig. Yes, zalig. Nu kijk, die missen niet doodgaan. Hahaha. Zie je de mooie regenboogtrail? Oké, mijn schild is op. En ik heb... nee! Oh, oh my god! Dat is gemeen van uw game! Doe me dat niet nog eens aan! Nee. No. Nee, no, oh, oh, eh, i, a, oeh, a, veel te veel, vijanden, af van mij weg! Er zijn er veel te veel antwoorden. Wat? Hoe ben ik dood gegaan? Nee. Nah. Nou, 3 sterren. En een nieuw record. En ik heb geen connectie met het internet. We zien hoe dat gaat aflopen als ik deze video wil uploaden. Volgende game mode, Rainbow. Ik begrijp het niet goed, maar het is zoiets van dat niet alle tiles van het veld gekleurd mogen worden. Dus zoiets ongeveer. En dan zijn er van die painters. Dus ja. Dus een beetje deels tijd limiet dat afhangt van hoe dat je presteert. Gimme. Ah ja, je hebt ook maar 1 leven. Oké. Zo, ook de minst leuke velden dat ik vind zijn zo van die vierkante velden. Want zo, dit kun je amper zien. Wat er aan de andere kant staat. En als er dan toevallig een vijand daarachter staat, dan ben je gefucked. Waar? Er zijn nogal veel regenboogdingetjes hier. Er zijn veel painters. Maakt niet uit. Dus, continue. Maar dat zijn allemaal bazen. Snipe. Je hebt een gelimiteerd aantal kogels. Have fun.
Dus de bedoeling is dan ook niet missen. Like dus daarnet deed. Echt het één leven dus. Er zijn twee uitkomsten dat je kunt hebben. Nee, ah, ik wilde dat ding hebben. Dat geeft zo extra veel punten. Oh wauw, ik had niet eens door dat die daar stond. Hoe dichtbij was ik bij doodgaan? Ik weet het niet. Ik zeg... Nee, dat wil ik niet. Oh nee. Wat het niet... Oké, ik ben slecht bezig. Normaal kan ik dit veel beter. Jullie geloven mij niet, hè. Boja. Nu. Ook een van mijn meest favoriete... Game modes. Ik zeg de naam niet. Kijk en je zult zien. De reden dat ik deze game mode zo leuk vind, is omdat dit u na de spel na tijd een benauwd gevoel gaat geven. Hebben jullie al door wat het is? Je zult het in ieder geval zo zien. Je kunt het zelfs nu al zien. Duidelijk zelfs. En nu als je het nou niet door hebt, dan kijkt je niet goed. Dus... Oh. Nee! Come on! Dat was slecht van mij! Dat was slecht van mij! Nog eens! Ik wil wraak nemen! Maar op een ander level met dezelfde game mode. Dus ik denk dat jullie wel het gezien hebben. De muren van het level komen dichterbij. Oh nee, en die stoppen niet. Die gaan onbeperkt verder, dus... Je gaat gewoon dood als je niet oppast. Hebbes. Oké, dus dan weet ik ook dat dit level dat soort enemies gaat spawnen. Deze level geeft me nog een benauwd gevoel. Oké. Huzzah. Magneet. Oh nee, ik haat dat soort vijanden. Die zijn zo verwarrend. Nee, ik moet dat hebben. Ik moet dat hebben. Oké, dit begint... Ik kan niks goed vandaag. Ik kan niks doen. Oké, ik stop ermee. Voordat ik dat er door een of andere reden dat ik water in de fik laat schieten of zo. Dus, dankjewel allemaal voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Bye bye!